Beste broers en zussen, van harte welkom in deze op één na laatste uitzending van de gezamenlijke kerken van de Ichterskerk Den Haag, de Ichterskerk Bodegraven, de Franse Kerk en de Morgensterkerk. We zijn al bijna aan het einde gekomen van deze uitzendingen en je ziet vooral tijdens deze uitzendingen de predikanten. Maar achter de schermen is er heel veel werk verzet door videomensen, door mensen die het kindermoment verzorgden, door de muziekmensen. Het was mooi om te zien afgelopen weken. Maar het mooiste is hopelijk dat we straks weer met elkaar in het echt kerkdienst te kunnen hebben. En dat we elkaar daar ook weer kunnen zien. Voor nu hoop ik dat we een goede en een mooie dienst hebben. Ik heb, zoals je misschien vernomen hebt, afgelopen week aan mijn eigen gemeente verteld dat ik in het najaar mijn eigen gemeente ga verlaten. Dat ik dominee ga worden bij Defensie. Ik word legerpredikant. Dat betekent dat ik hier in Den Haag in de Morgensterkerk de laatste maanden inga. Dat is best een ding om los te laten. Tegelijkertijd hebben we veel vertrouwen in dat God met ons meegaat en dat hij ook met de Morgensterkerk meegaat. En gelukkig blijven we waarschijnlijk ook verbonden aan de gemeente van Den Haag als legerpredikanten. Dus we zullen elkaar af en toe zeker nog wel blijven zien. Ik wens je een hele goede dienst toe en ik wens je God zegen toe op deze mooie zondag. Thank you.
leven is een getuigenis van zijn aanwezigheid. We zullen zo uit de Bijbel gaan lezen. Afgelopen weken hebben we een aantal teksten gelezen uit het boek Handelingen over het leven van de eerste gemeente. Over Arnoud Franke vertelde over hoe de eerste gemeente bij elkaar kwam. En vorige week zagen we met Bart Noort die iets vertelde over eerlijkheid, over echtheid. Vandaag zullen we Handelingen 6 gaan lezen. Dat is het verhaal over een conflict binnen de gemeente, de eerste gemeente. En hoe dat leidt tot verdere groei. We zullen zo meteen dat verhaal gaan lezen uit Handelingen 6. Eerst wil ik graag met je gaan bidden. Vader in de hemel, we komen bij u op deze zondag en we willen u danken dat we met elkaar uit de Bijbel kunnen gaan lezen, want we geloven dat u daarin spreekt door woorden van mensen heen. U heeft mensen verlicht met uw Heilige Geest en we geloven dat u vandaag door de Bijbel nog steeds mensen aan wil spreken en dat u ook ons aanspreekt hier in deze tijd, in onze eeuw, in onze cultuur. Heer, we willen u bidden, wilt u ons inzicht geven, wijsheid geven. We willen u in het bijzonder ook vandaag ook bidden of u wilt geven dat we in onze eigen huizen, dat we daar u kunnen vinden, u kunnen ervaren op onze eigen manier, op onze eigen plek. Vul ons met uw geest, waar we ook zijn en wie we ook zijn. En Heer, we willen u bidden, wilt u geven dat we gericht zijn op wie u bent, dat we gericht zijn op Jezus. Die onze Heer is, die onze Verlosser is. We willen u danken voor wie Hij is. Dank u wel dat Hij mensen bijeenbrengt over alle grenzen van culturen heen. En dat Hij ook ons vandaag bij elkaar brengt. Zelfs al zijn we niet bij elkaar, we geloven dat we samen in één geest en in één geloof verbonden zijn. En Heer, we willen u bidden, wilt u geven dat we dat mogen zien en merken en ervaren. En wilt u ons zo een goede en een mooie zondag geven, die tot eer is van u. En wilt u ons ook bouwen en laten groeien in ons geloof. En dat bidden we u in Jezus' naam alleen. Amen. We zullen uit de Bijbel gaan lezen. Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen, die de Aramees sprekende verweten dat de weduwe uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. Daarop riepen de 12 apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen en zeiden: het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijd, want daardoor verwaarlozen wij de verkondiging van Gods woord. Kies daarom, broeders en zusters, uit uw midden 7 wijze mannen die goed bekend staan en vervuld zijn van de Heilige Geest. Aan hen zullen we deze taak opdragen, terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God. Alle leerlingen stemden met dit voorstel in. Ze kozen Stephanus, een diepgelovig man die vervuld was van de Heilige Geest. En verder ook Philippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een proseliet uit Antiochië. Ze lieten deze mannen plaatsnemen voor de apostelen die een gebed uitspraken en hun daarna de handen oplegden. Het woord van God vond steeds meer gehoor, zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeide en ook een groep priesters aanvaarden het geloof. Tot zover het woord van God. Dank God voor groeipijn. Dat is de boodschap die ik je vandaag wil meegeven. Dat je kan groeien door pijn heen, dat is een principe dat je eigenlijk op veel meer plekken ziet. Denk alleen al aan de sportschool. Af en toe als je in de sportschool komt, zie je misschien wel eens posters hangen, hè, waarop staat no pain, no gain. Als je geen pijn hebt, dan groei je niet, heb je niet meer spieren. Je ziet het ook bij kinderen. Ik heb me afgelopen week laten vertellen dat 1 op de 5 kinderen wel eens last heeft van groeipijn. Dat je 's nachts in je bed ligt en dan je been of je knieën of zelfs je armen voelt. En dat het pijnlijk is. Maar de dokters die zeggen, dat is onschuldig, want op dat moment ben je aan het groeien. Ik kwam afgelopen week een foto tegen van Lotte Hofmeester. Een aantal foto's tegen. Haar vader heeft vanaf het moment dat ze baby was, tot haar 18e heeft hij iedere zaterdag van haar een foto genomen. En als je, zoals je ziet op de foto's, zie je in het begin een heel klein babytje. En je ziet door de jaren heen zie je het meisje steeds groter en groter en groter worden. En af en toe heeft ze misschien ook groeipijn gehad, 's nachts aan haar benen en haar armen. Maar hey, ze werd een geweldige, mooie,
dame, door de groeipijn heen, door groei, door pijn heen kan je groeien. En het bijzondere is dat we net in Handelingen 6 eigenlijk ook zoiets lezen over de kerk. Het is bijzonder om het verhaal te lezen en dat Lucas hier een heel eerlijk verhaal vertelt. Hè. Hij zegt niet, toen we begonnen als kerk, toen groeiden we en toen groeiden we en toen groeiden we en het ging geweldig en het was alleen maar succes. Nee, hij vertelt ook, nee, die successen gingen ook gepaard met groeipijnen, met conflicten. En juist daardoor heen groeiden we juist ook als kerk. En vandaar ook het thema dat ik vandaag aan je wil meegeven. Hè. Dank God voor groeipijn. En ik denk dat God in Handelingen 6 aan die gemeente daar en ook aan ons laat zien dat je door groeipijn heen een aantal dingen kan leren. En ik heb er een paar dingen uitgepikt. Het is een preek, dus het zijn er drie vandaag. Ik denk dat je de drie dingen die God ons hier wil leren door de groeipijn heen, is ten eerste dat ieder mens telt. Ten tweede dat leiders moeten leiden. En het laatste dat we allemaal priesters zijn. Eerst iets over dat eerste, hè, dat ieder mens telt. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar zelf als ik hoofdstuk 1 en 2 en 3 en 4 van het boek Handelingen lees, dan heb ik daar vaak een beetje een roze bril bij. Je denkt van, wauw, dat moet een mooie tijd geweest zijn. Hè? Dat mensen tot geloof kwamen. Op de eerste dag zelfs al 3000 mensen. En later kwamen er nog eens een aantal duizend mensen bij. En mensen werden gedoopt en mensen leerden met elkaar en aten met elkaar en baden met elkaar. En ze dienden elkaar. Er was echtheid. En tegelijkertijd is het ook bijzonder om te zien dat rondom Pinksteren, dat de kerk daar, ze beginnen eigenlijk als een heel klein groepje met Pinksteren op een moment dat de geest wordt uitgestort, zegt de Bijbel, zijn er 120 mensen bij elkaar. En dat is, je kan zeggen dat is een kleine gemeente, een kleine groep van mensen die vanaf het allereerste begin met Jezus zijn opgetrokken. En die mensen kenden elkaar door en door. Ze wisten wie ze waren, ze wisten wat ze aan elkaar hadden. En als Petrus af en toe weer eens te hard van stapel liep en zei, jongens, dit moeten we doen. Of als hij heel enthousiast was, was er altijd wel iemand die zei, Petrus, rustig aan jongen, even dimmen. En dat was in die eerste tijd van die 120 mensen. Je moet je voorstellen dat in die eerste jaren of eerste maanden die kerk dus inderdaad heel groot werd. En dat hoe groter de kerk werd, hoe minder mensen elkaar ook kenden. Ze schoven op zondag bij elkaar in de kerkbank en ze zeiden elkaar misschien gedag en ze gaven elkaar pepermunt of mentos door. Maar ze wisten niet precies wie die mensen waren. En af en toe hoor ik ook wel dat soort verhalen van mensen die vandaag de dag naar een megakerk gaan. Die zeggen het is heel gaaf en heel bijzonder om met zoveel mensen bij elkaar te zijn en om met zoveel mensen te zingen. Maar tegelijkertijd zeggen mensen vaak ook, ik mis iets. Ik mis het persoonlijke. Ik mis dat we elkaar echt kennen. Ik mis dat we elkaar zien. En dat is er eigenlijk ook aan de hand hier in Handelingen 6, waar we net over lazen. Lucas die schrijft het volgende. Hij zegt, toen het aantal leerlingen toenam, toen er een steeds grotere kerk kwam, ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen, die de Arameestaligen verweten dat de weduwen uit een groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. Om dit vers goed te kunnen begrijpen moet je een paar dingen weten. Je moet denk ik eerst goed iets weten over het verschil tussen de Griekstaligen en de Arameestaligen. En dat is een lang verhaal, maar ik zal het je heel kort proberen te vertellen. Het verschil tussen deze twee groepen mensen, dat is op dit moment al heel oud, hè, als je ze hier tegenkomt. Dat is ongeveer al 600 jaar oud en het begon in 598 voor Christus. Op dat moment, zoals je misschien weet, in 598 voor Christus, was er een koning uit Babel, Nebukadnezar, die met zijn legers optrok richting Jeruzalem en Jeruzalem ook wilde belegeren en innemen. En dat gebeurde inderdaad ook. Hij nam Jeruzalem in en hij nam een heel aantal mensen mee als ballingen naar Babel. Je kan er bijvoorbeeld over lezen in het boek Daniel. We weten uit diezelfde Bijbel dat een aantal Joodse mensen die in Jeruzalem woonden en daarbuiten, dat die niet hebben afgewacht totdat koning Nebukadnezar ze meenam uit ballingschap. Maar ze zagen dat al uit de verte aankomen en ze zeiden, laten we hier vandaan vluchten, laten we wegwezen. En een heel aantal mensen zijn in die eeuw al gevlucht naar bijvoorbeeld Alexandrië, dat ligt in Egypte.
En ze gingen daar wonen en ze gingen daar werken en ze leefden daar. En ze zijn daar eigenlijk al die jaren sinds 598 voor Christus blijven wonen. Ze vormden een Joodse gemeenschap in het buitenland. We noemen dat ook wel de diaspora. En je moet je voorstellen dat die mensen wel Joods bleven. Ze geloofden in de God van Israël. En hun hart was Joods. En tegelijkertijd kleden ze zichzelf als Griekse mensen. Spraken ze Grieks, aten ze Grieks, lazen ze Griekse boeken. En dat maakte dat die Griekstalige Joden, Joden-Christenen, dat die eigenlijk heel anders waren dan de Aramees-talige Joden en de Aramees-talige Joden-Christenen. Af en toe spreek ik wel eens adoptiekinderen en die zeggen, eigenlijk voel ik mezelf een soort bounty. En dan, als je dan vraagt, wat bedoel je daarmee, zeggen ze, nou, het is, net als met die bounties heb ik van buiten een kleurtje en zie ik er anders uit, maar van binnen voel ik me eigenlijk wit. Ik hoor nergens echt helemaal bij en dat is lastig. En zoiets overkomt hier ook de Griekstalige Joden-Christenen en vooral ook de Griekstalige weduwen in Jeruzalem. Ze worden beschouwd door andere mensen en ook zichzelf als bounty-Joden of als bounty-Christenen. Ze zien er een beetje anders uit, maar van binnen voelen ze zich hetzelfde. Maar er is wel verschil. Dat is het eerste wat je moet weten. Wat je ook moet weten is dat het gaat om weduwen. Hè? En zoals je misschien weet, vandaag de dag als mensen weduwen worden, dan zijn er allerlei voorzorgsmaatregelen. Dat je je een klein beetje inkomen kan blijven houden. Dat je in je huis kan blijven wonen. Dat je in ieder geval niet de straten op hoeft om te bedelen. Je moet je voorstellen dat in de tijd van de Bijbel dat wel zo was. Hè? Weduwen staan in de Bijbel voor armoede. Voor mensen die hun hand moeten ophouden. Samen met wezen, samen met vreemdelingen. Vandaar ook dat God in het Oude Testament regelmatig zegt, en ook in het Nieuwe Testament, als jullie kinderen van mij willen zijn, wil ik dat je graag voor deze mensen zorgt. En dat is eigenlijk ook aan de hand wat je hier aan de hand ziet in Handelingen 6. Tenminste, daar gaan de meeste bijbeluitleggers van uit. Er is één bijbeluitlegger die zegt, het is een klein beetje anders, maar de meeste bijbeluitleggers die zeggen, wat er hier aan de hand is, is tussen die Griekstalige en die Aramees-talige weduwen. Is dat als die weduwen worden geholpen, als ze naar de voedselbank gaan, dat de Aramees-talige weduwen dat die wel een pakket krijgen en de Griekstalige niet. En dan komen ze daar bij de voedselbank, die Griekstalige weduwen, en dan willen ze graag eten hebben. En dan zeggen de mensen, ja, maar dan moet u eerst dit formulier invullen. In het Aramees natuurlijk. In viervoud. Oh, u spreekt geen Aramees? Tja, helaas. Dan kunnen we niks voor u doen. Komt u een andere keer maar weer terug. En dat is de pijn die je hier in Handelingen 6 ziet gebeuren. En ik denk dat het goed is om tot je door te laten dringen. Hè, dat de mensen worden afgewezen in de christelijke gemeente. Op grond van hun afkomst. Op grond van hun nationaliteit. Op grond van de taal die ze spreken. En ik denk dat het goed is om je te realiseren dat, kijk, met Pinksteren geloven we dat er bijzondere dingen zijn gebeurd. Dat de geest werd uitgestort. En Paulus zegt later, als de geest wordt uitgestort, dan betekent dat we allemaal één zijn. Hè? We zijn allemaal één lichaam. We hebben allemaal één geest. We hebben allemaal één geloof. We hebben allemaal één doop. We hebben allemaal één God en Vader die in allen en door allen en boven allen en die met allen is. En dat is heel bijzonder. En dat we juist als gelovigen, als christenen geloven dat Jezus ons één maakt. Maar het bijzondere is dat wanneer Jezus ons één maakt, dat betekent niet dat de verschillen die er zijn tussen man en vrouw, tussen Jood en Griek, tussen slaaf en vrij, dat die er niet meer toe doen of dat die niet meer belangrijk zijn of dat die niet meer zichtbaar zijn. En ik denk dat juist door die verschillen heen tussen mensen ook de veelkleurigheid van wie God is zichtbaar wordt. Stel je voor dat je aan Omar en aan Nadia en aan Frank zou vragen,
Wat versta jij nou eigenlijk onder gastvrijheid? Wat versta jij onder gemeenschap van heiligen? Wat versta jij onder de uitdrukking dat God jouw vader is? Als je dat aan alle drie zou vragen, dan zou je drie verschillende antwoorden krijgen. En ik denk dat ze alle drie even waardevol zijn en even goed zijn. Laatst hoorde ik iemand dit zeggen. Hij zei, iedere meerderheidscultuur neigt ernaar om de issues van de minderheden weg te wijven, omdat er voor hun geen noodzaak is om die onder ogen te zien. Iedere meerderheidscultuur neigt ernaar om de issues van minderheden weg te wijven, omdat er voor hun geen noodzaak is om die onder ogen te zien. En ik denk dat het waar is. Ik denk dat het waar is. En als er één plek zou zijn, zou moeten zijn in de wereld waar dat niet zo is. Als er één plek in de wereld zou zijn waar we geloven dat God inderdaad mensen van allerlei culturen bij elkaar brengt. En dat waar we elkaars verschillen waarderen en zien, waar we elkaar kennen. Dan is dat de kerk. En ik hoop en ik bid dat we als kerken en als gemeente steeds meer zo'n plek gaan worden. En is dat makkelijk? Nee, dat is niet makkelijk. Dat geeft af en toe pijn. Dat geeft af en toe ongemak. Maar hier in Handelingen 6 zie je dat God je door die pijn en door dat ongemak heen ook weer nieuwe groei en nieuwe bloei wil geven. Vandaar ook het thema, hè? Dank God voor groeipijn. En daar leer je namelijk dat ieder mens telt. En het tweede, dat was het eerste. En het tweede is dat leiders moeten leiden. Dat gaat er eigenlijk over, dit punt, over dat wanneer de apostelen, de discipelen horen dat dit probleem speelt in de gemeente, dat ze met elkaar, ze gaan met elkaar vergaderen. Ze hebben het er met elkaar over, wat moeten we hier nou mee? En ik weet niet precies wat er op die kerkraadsvergadering gezegd is. Hè? Misschien zeiden ze, wat moeten we met die Grieks sprekende weduwe Johannes? Misschien kan jij een goed stukje in het kerkblad schrijven. Misschien helpt dat. Dat je de mensen zegt dat ze daarmee op moeten houden met dat gezeur. Geen goed plan. Ik weet niet precies wat er allemaal nog meer is besproken. Wat ik wel weet, zeker weet, is dat wat de discipelen gedaan hebben, is dat ze met elkaar gebeden hebben. Dat ze gezegd hebben, Heer, wilt u ons de weg wijzen? Wilt u ons helpen? Wilt u ons leiden door uw geest om hier op een goede manier om te gaan die naar uw wil is? Geef ons uw heilige geest. Dat hebben ze zeker gedaan. En het is ook bijzonder om vervolgens in Handelingen 6 te lezen wat die discipelen doen. En ik geloof dat wat ze hier doen, dat het ook door God en door de geest geleid is. Er zijn een paar bijzondere dingen die ze doen. Er zijn er heel wat, ik zal er een paar uitpikken. Het eerste is dat ze dit doen. Er staat daarop riepen de 12 apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen. Dat is bijzonder. Je moet je voorstellen dat een gemeentevergadering geweest moet zijn van ongeveer 8 à 10.000 mensen. En waar het geweest is, we weten het niet. Misschien op het Tempelplein. Misschien buiten op de Olijfberg of waar dan ook. In ieder geval beseffen de apostelen en weten de apostelen en zeggen ze ook, dit is niet iets van ons 12. Dit is iets van ons allemaal. Dat is leiderschap. Hè? Je ziet het afgelopen weken zag je het Mark Rutte ook doen. Hij zei voortdurend, alleen samen krijgen we corona onder controle. Alleen samen kunnen we dit doen. Dit probleem kunnen we alleen met 17 miljoen mensen aanpakken. En ik denk dat het leiderschap is. En ik geloof ook dat vandaag de dag juist ook kerkraden en mensen die zich bezighouden met leiderschap in gemeentes, dat die als je met elkaar voor een uitdaging staat of als je met elkaar voor een probleem staat, dat je inderdaad beseft, dit is niet iets wat we hier aan tafel met elkaar moeten oplossen, maar dit is iets wat we met elkaar moeten oplossen. Dat is de weg die de geest mensen wijst. En dat heeft ook te maken met het tweede, hè, wat je ziet gebeuren, wat de apostelen doen. De neiging die heel veel mensen hebben, leiders hebben, die ik zelf ook heb, als je geconfronteerd wordt met een probleem. De eerste neiging die ik bij mezelf merk is om een stapje harder te gaan zetten. Om te denken, ik moet hier iets aan doen. Ik moet harder werken. Ik moet meer mensen gaan bezoeken. Ik moet dit, of ik moet dat, of wij moeten dat doen.
En het is bijzonder om dan te zien wat die apostelen met elkaar bespreken. Ze zeggen niet, wij moeten meer gaan doen. Maar ze zeggen tegen elkaar, wij moeten minder gaan doen. Let op wat ze zeggen. Het is niet goed dat we zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden. Want daardoor verwaarlozen wij de verkondiging van Gods woord. Dat is bijzonder, hè? En ik denk dat het inderdaad ook leiderschap, dat het Godgericht leiderschap is. Hè? Dat je beseft, dat je afvraagt, wat is de kerntaak waartoe God mij geroepen heeft? Wat wil God waar ik mij op focus? Zij zeggen, wij moeten ons focussen op de verkondiging van Gods woord. Dat is onze taak. Daar moeten we ons mee bezighouden en niet met iets anders. Stel je eens voor hè, dat die apostelen dat ze gezegd hadden, nou inderdaad, dat moeten we wel gaan doen. We moeten wel gaan helpen bij het uitdelen van voedselpakketten. En we moeten iedere dag nu ook de Grieks sprekende weduwe gaan helpen. Stel je eens voor dat ze dat gedaan hadden. En dat ze inderdaad opgehouden waren met preken. Dan hadden wij op dit moment hadden zij geen tijd gehad om evangelieën te schrijven. Hadden ze later geen tijd gehad om brieven te schrijven. En dan hadden wij nu geen Bijbel gehad. Ik denk dat het bijzonder is om te zien wat ze hier doen. Ze focussen zich op een kerntaak. En het laatste wat ze ook doen, er zijn meer dingen die ze doen. Maar het laatste waar ik je even in wil meenemen, is dat wat bijzonder is dat ze de verantwoordelijkheid voor wat er gebeurt in de gemeente ook niet voor zichzelf houden, maar dat ze zeggen dat ze die willen delen. Ze zeggen, dat zie je ook Mark Rutte doen, ook op de persconferenties. Hè. Hij zegt, ik vind het ook bij een volwassen en democratisch land horen dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Jullie moeten zelf je verantwoordelijkheid nemen. Dat ga ik niet doen. Ik ga je niet zeggen, je moet dit en je moet dat. Neem je verantwoordelijkheid, zegt Mark Rutte. En dat is ook precies wat de apostelen doen. Hè. Ze zeggen, kies uit jullie midden, uit wiens midden, uit het midden van Grieks sprekende mensen, 7 wijze mannen. En dan noemen ze een aantal criteria. Mensen die goed getuigenis hebben, mensen die wijs zijn, mensen die vol zijn van de Heilige Geest. En ze zeggen, die mensen, die zullen jullie gaan helpen. Ze geven die mensen verantwoordelijkheid. Hè. En ze, net als ze dat Jezus hadden zien doen. Jezus die had 12 mannen uitgekozen, ze opgeleid als leiders van de kerk. En toen hij naar de hemel ging, zei hij, gaan jullie het doen? Ik vertrouw jullie mijn kerk toe. En dat is iets wat ze in hun hart hadden meegenomen, waarvan ze nu denken, dat moeten wij op onze beurt ook gaan doen. Hè? En dan worden de 7 mensen uitgekozen, leggen ze de handen op en de discipelen zeggen, wij zegenen jou, ga met God en hij zal met je zijn. Wij staan achter je en God zegent je. En zo krijgen deze mannen verantwoordelijkheid om Grieks sprekende weduwen te gaan helpen in de kerk. En dat is bijzonder. Misschien is het je opgevallen dat toen we de tekst lazen, dat dit is het rijtje namen. Hè? Dus er is wel veel meer over te zeggen. Stephanus en Philippus en Prochorus, Nicanor, Timon en Parmenas en Nicolaus. Er is veel over ze te zeggen. Wat in ieder geval opvalt, is dat deze 7 mannen, dat ze alle 7 Griekse namen hebben. En het is bijzonder dat er zo naast een twaalftallig aantal mensen die apostelen zijn en die Aramees sprekend zijn, dat er ook 7 mensen komen die Grieks spreken en die de belangen behartigen van de Grieks sprekende mensen in de kerk. Dus verantwoordelijkheid geven. En ik denk ook, en ik geloof dat we als leiders in de kerk, en dat zijn niet alleen kerkraden, maar dat zijn we denk ik allemaal, dat we met elkaar moeten nadenken over de vraag, hoe kunnen wij nou echt verantwoordelijkheid geven aan veel meer mensen dan ons alleen? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat ook mensen die niet gezien worden, die niet gehoord worden, die niet gewaardeerd worden of zich niet gewaardeerd voelen, dat we die een stem geven? Hoe geven we in de kerk een stem aan jongeren? Hoe geven we in de kerk een stem aan oudere mensen? Hoe geven we in de kerk een stem aan migranten?
Hoe geven we in de kerk een stem aan mensen die twijfelen? En die het allemaal niet zo zeker weten. Mogen die mensen er ook zijn? En zo ja, hoe geven we die mensen verantwoordelijkheid? Dat zijn vragen waar we met elkaar als kerken en als kerkraden over na moeten denken. En dat is niet makkelijk. En dat kan pijn geven. Maar door die pijn heen, dat zegt Handelingen 6, door die pijn heen geeft God groei. En daarom dank God voor groeipijn. Als je voor die ongemakkelijke vraag staat, dank hem ervoor. Omdat hij jou daardoor heen tot verdere groei wil brengen. Tot slot nog kort iets over het laatste. God leert ons dat ieder mens telt. Dat leiders moeten leiden. En dat we tenslotte allemaal priesters zijn. En dat heeft te maken met het allerlaatste dat we net lazen. Lucas die zegt dit. Hij begint eigenlijk met Handelingen 6 vers 1, de kerk groeide steeds meer. En dan, hij eindigt daar ook mee. Hij zegt, het woord van God vond steeds meer gehoor. En dan is het laatste wat hij zegt dit, hè. Ook een grote groep priesters aanvaarden het geloof. En dat is fascinerend, hè. Dat juist door wat er hier gebeurt, een grote groep priesters is die Jezus aanvaarden als hun Heer. En ik vroeg me af, hoe zit dat, hè? Hoe komt dat nou dat priesters juist nu overtuigd worden voor het geloof? Om dat een beetje te kunnen begrijpen, moet je denk ik weten dat priesters in het Oude Testament en priesters in de tempel, ze hadden eigenlijk, je zou kunnen zeggen dat ze een soort tweeledige taak hadden. Hè? Ze hadden aan de ene kant, als ze in de tempel waren en daar offers brachten, dan representeerden of vertegenwoordigden ze eigenlijk voor God het volk. En namens het volk kwamen ze zeggen, God, vergeef ons. Blijf bij ons. En tegelijkertijd hadden ze ook een taak van God naar het volk toe. Ze kwamen uit de tempel toe om het volk te zegenen. Om met ze te bidden. Om te zeggen, God wil jullie vergeven. Hij wil jullie echt vergeven. Ze stonden tussen God en het volk in. En tegelijkertijd zie je dat al in het Oude Testament God tegen de priesters zegt, tegen Mozes zegt, en ook tegen de priesters. Er zal een dag komen dat er iemand zal komen die profeet, priester en koning is. Ja, een grote priesterkoning. En, zegt het Oude Testament, er zal nog iets gebeuren. Er zal niet alleen de priesterkoning komen, maar als hij komt, dan zullen niet alleen de priesters, een aparte groep binnen het volk, priesters zijn, maar dan zal dan zullen alle mensen priesters zijn. Hè? Exodus 19, wat Petrus later ook citeert daar. Exodus 19, daar zegt God, jullie zullen voor mij een koninkrijk van priesters zijn. Jullie zullen voor mij een koninkrijk van priesters zijn. En dat is een belofte die God al heel vroeg in de Bijbel doet. En die priesters hier in Handelingen 6, die wisten dat en die hadden die belofte in hun hart. Maar wat nou bijzonder is, is dat ze naar die christenen kijken, daar op het tempelplein. En ze zien die profetieën, zien ze voor hun ogen werkelijkheid worden. Ze zien een volk van priesters, ze zien een volk van mensen die elkaar helpen, die met elkaar bidden, die elkaar zegenen. En dat overtuigt ze. En dat overtuigt ze ook van dat die Jezus, die een tijd geleden gekruisigd is en die opstond uit de dood, dat hij niet zomaar iemand was, maar dat hij inderdaad de beloofde priesterkoning is die zijn leven gaf voor dat priestervolk, voor al die christenen en voor alle mensen die in hem willen geloven. En dat is wat ze overtuigt. En dat is waarom Lucas zegt, op dat moment aanvaarden ook veel priesters het geloof. Ik geloof dat we vandaag de dag als kerken en als gemeentes ook geroepen zijn om priesters te zijn. Om priesterlijk in deze wereld aanwezig te zijn. Niet alleen als vreemdelingen, maar ook als priesters. Om zegenend hier te zijn, om biddend hier te zijn, om helpend hier te zijn. En om zoiets te laten zien van Jezus, van de priesterkoning. En om zo ook iets te laten zien van de mooie en gave wereld van vrede en recht die op een dag gaat komen. En dat is onze roeping hier in deze wereld.
En het is gaaf en mooi om daar deel van uit te maken. Dat we zo'n priesterfamilie, zo'n priesterstam kunnen zijn. En dat zal niet altijd makkelijk zijn. En dat zullen ongetwijfeld loop je ook op tegen ongemak. Maar door dat ongemak heen wil God ons helpen om te groeien naar Hem en ook naar elkaar toe. En daarom, als je daarmee te maken hebt, dank God voor groeipijn. Dank je wel. Hallelujah.
zijn aan het eind van deze uitzending gekomen. Ik wil je graag ook op deze zondag de zegen van God meegeven. De Heere zegene jou en hij behoede jou. De Heer doe zijn aangezicht over jou lichten en hij zij je genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over je. En hij geeft jou zijn vrede. Amen.